Ik ben Mienke Simmel-Thoma, ik ben conservator, toegepaste kunst en vormgeving. Ik sta op dit moment voor een heel erg bijzondere kast uit onze collectie. En wij noemen die kast ook wel een kunstkabinet. En waarom noemen we het zo? Om te beginnen omdat het kastje zelf eigenlijk een soort kunstwerk is, door zijn bijzondere vormgeving, door de bijzondere manier waarop je gedecoreerd is. Bijvoorbeeld met ingelegde tulpjes van Parelmoer, met versieringen van ivoor, met afbeeldingen van de Romeinse keizers, met prachtige vogeltjes die in bladranken verwerkt zijn. Met, als je het kastje open doet, komt helemaal de grote verrassing, ook van binnen nog weer extra tulpjes op de panelen geschilderd. Maar je noemt het ook een kunstkastje omdat er kunstvoorwerpen in bewaard werden. En niet alleen kunstvoorwerpen, maar zoals dat in die tijd heette, de naturalia en de artificialia. Kokosnotbekers of mooie schelpen waar ook weer iets aan vastgemaakt werd, zodat het juist een combinatie van kunst en natuur was. Ja, hier bijvoorbeeld in zo'n kastje, mooi belegd met rood fluweel, daar stond dan bijvoorbeeld zo'n kokosnotbeker. De andere kant kan die ook open. En daar stond dan ook zo'n bijzonder voorwerp in. En hierboven zijn wat laadjes waar wat in kan. En dan zit daar nog weer een grote verrassing achter, want daar zitten nog weer allemaal kleine kastjes achter. En als je dan heel erg goed in die laadjes kijkt, kan je zien dat daar ook nog weer allemaal onderverdeling waren, zodat die in die laadjes bijvoorbeeld allemaal kleine schelpjes of bijzondere steentjes bewaard werden. Dus dat maakt het echt tot een kunstkastje. Nou, dan is er nog een aspect wat heel erg leuk is van deze kast. We weten namelijk wie de kast gemaakt heeft. En dat was Herman Domer. En dat was een kastenmaker, zoals dat dan heette, ebbenhoutwerker. En die Domer had blijkbaar zo'n naam gemaakt dat zijn portret en dat van zijn vrouw geschilderd is door niemand minder dan Rembrandt. En dat zegt natuurlijk heel erg veel over de status van deze maker. Want in feite is dat de enige persoon uit de ambachtsstand die Rembrandt ooit geschilderd heeft.